Een soort kennis over oude ambachten dreigen te verdwijnen. De Leeuwarder Historische Vereniging Aad Levert had speciale aandacht van dit immaterieel en cultureel erfgoed en portretteerde drie Leeuwarder hoornwerksleur. Ze vertellen over haar passie, hoornwerk en vakmanschap. Het meditatieve van, nou, laten we zeggen, 180 keer dezelfde handeling dan als dan het wakkelweers instrument heeft, maar drie registers. Dan moest honderden keren moest dezelfde bewerking dan. En dan rakkerst in een bepaalde flow, een bepaalde trance. En dat is een heerlijk gevoel. Iets maken wat je zelf mooi vindt en wat een ander ook nog mooi vindt, dan is het helemaal leuk. Maar dat is, ja, dat is zeker een passie. Want mooie dingen maken, dat is wat iedereen eigenlijk wel wil. En als het dan lukt en je bent zelf ook tevreden erover, dan is het perfect. Je moet het gevoel hebben, je moet één worden met materiaal. En het is heel makkelijk om daarover te praten, maar het is niet zo makkelijk. Ik heb hier wel mensen gehad die ik moest het leren, het messerslijpen leren. Dan zie ik na een half uur al dat hij het wordt of niet wordt. Dat is zo. Ik bedoel, je ziet hoe ze de handelingen pakken, hoe het gereedschap in de handen is. En dan kennen ze het niet, hè? Kijk, je hebt zilversmeden en goudsmeden. Een goudsmid is iemand die sieraden maakt. Ja, dat kan van goud en van zilver zijn. En een zilversmid is iemand die groot werk maakt. Zilver en goud is natuurlijk een prachtig voorbeeld van recycle-industrie. Goud of zilver gooi je nooit weg. Dat spaar je op, dat leef je in. Het wordt weer omgesmolten en daar worden weer nieuwe dingen van gemaakt. Dus het kan best zijn dat jij een ring om hebt van goud of van zilver die misschien wel een paar honderd jaar oud is, wat het zilver of goud betreft. Ik hou wel van materiaal weghalen in plaats van toevoegen. Dus dat je met iets, met een stuk begint en dat je daar delen van weghaalt en dan de juiste vorm overhoudt. Dat spreekt me wel aan. Dus beeldhouwen had me ook wel leuk geleken. Maar in het sieradenvak kun je ook in wezen met een groot stuk beginnen en daar dingen uit weg te halen in plaats van toe te voegen. Ja, kun je ook je vorm bereiken. En dat maakt het ook wel spannend, want je weet nooit precies. Als je te veel weghaalt, dan ben je al te ver. Ja, dus dan kun je weer overnieuw beginnen. Ik moet nu de prijs maken voor het Lied Internationaal. Dus dat is het Songfestival voor minderheidstalen in Europa. En die hebben elk jaar een finale. En dit jaar is die geloof ik in Italië. En daar maak ik de prijs voor. En dus het logo van hun, dat is een zingende vogel. Die maak ik in zilver. En daarop heb ik de kop en de staart van koper gemaakt. Hè, zodat je toch een mooi contrast krijgt tussen twee kleuren metaal. Dat is wel het leuke van een ambacht. Het is natuurlijk een heel breed vak, maar daarbinnen heb je zoveel verschillende mogelijkheden.
En het een ligt je wel of meer dan het andere. En daar kom je in de loop van de jaren kom je wel achter wat je het beste ligt. Ik zit sinds 78 ook in het vak. Dus ik ben gelijk na mijn stage ben ik voor mezelf begonnen. Dat is nu 33 jaar bijna. In die tijd waren er ook geen banen. Dus het was ook min of meer een gedwongen keuze. En het leek me ook wel leuk. Alleen ja, dan heb je atelier geopend en dan zit je. Ja, dan komt er niemand. Heel langzaam probeer je wat publiciteit te maken. En daarnaast allerlei baantjes. Om toch een beetje wat inkomen te krijgen. En zo is het een beetje gegroeid. De ergste keer die ik gesneden heb, dat was in de arm. Toen had ik een papiermes van een meter. Dus dat had ik op tafel liggen, maar dat stak een eindje over. Dus ik loop er zo langs. En dan zie ik ineens bloed uit mijn stof weer wegkomen. Dus ik hou een handdoek eromheen. Dan ben ik naar het ziekenhuis lopen. Dus dan ben ik direct geholpen. Had ik een vleeswond. Ik had geluk. Nou, dat is eventjes hecht. En dan smeerde ik weer aan het werk. En ik sliep vanaf 73 helemaal volledig. Maar ik sliep al veel eerder. Ja, in grootste zin van het woord, alles wat scherp moet worden, dat kan een wijntje scherp maken. Dan krijg ik met een tandarts. Ik slijp het per tand. Een hardmetaal zaag, dat gaat de tanden. Er zijn de zagen bij met 129 tanden, met 100 tanden, 48 tanden, 18 tanden. Ik ben ook met 6 tanden. Had ik door al die jaren heen, nou, dan heb ik duizenden tanden slijp. De hoofdstroom is op het moment is het de voedingssector. Ik werk een heel hoop voor groentesnijers en slagerijen. Ik heb twee hele grote klanten en gelukkig ook een hele hoop kleintjes. Het tijdperk van de bouw is momenteel, dat lijkt op een kont. Maar er staat tegenover de ZZP'ers die voor een cellen begonnen binnen. Die jongens zitten allemaal druk. Je moet het je best op je werk doen. Dus je bent geconcentreerd bezig met je werk, want je wilt zo goed mogelijk afleveren. Je moet een tevreden klant hebben. Een tevreden klant komt terug. Iemand die ontevreden is niet. Nee? En ik ben wel een beetje trots. Zolang ik werk, heb ik ook klanten. Hetzelfde. Lettere Franse stijl die ik hoofdzakelijk bouw. Daar wordt de kast maken van linehout, het stemblok van eikenhout, het jongblad van vichtenhout, de kammer van kersenhout, toetsbeleg van ebbenhout, woppentoetsen van parrenhout. Maar ik een Italiaans klaversimmel bouw, daar zit dan cipressenhout in bijvoorbeeld, of cederhout. Dan ben ik van instrumenten die we helemaal van nutenhout bouwt. Hij heeft verschillende stijlen klaversimmels. Hij heeft een petit Franse stijl, hij heeft een wat lettere Franse stijl, hij heeft een Italiaanse stijl, ik heb petit en wat letter. Nou, al die stijlen die dicteren wel een bepaalde opbouw. Maar het houtworstbroest bepaalt uiteindelijk de dikte van het materiaal, was de instoppest.
wat essentieel is in het bouwen, dat is dat je het op de oude manier dorst. Dat is al die oude processen terugrinst. Doorzaam. Een hele riegel instrumenten moest bestuderen. En dan zit er een bepaalde structuur in. He, die bouwers vroeger die experimenteerden natuurlijk ook wel. En er moest een beetje terug in de gen. Nou, daar begint het mij terug die te verplaatsen in een antieke bouwer. En dan moest gebruik maken van de materialen die broekten. En als het even ken, moest die materialen ik op dezelfde manier bewerken. En natuurlijk broek ik mijn machines, hè, want ik heb net een aantal mensen die voor mij planken schaven. Hè, en als die planken dan kleer binnen, dat ik daar dan verder mijn werkje ken, dat hier vroeger was. Maar ik heb mijn knechten, zeg maar, die staan hier om je heen. Hè. Bepaalde dingen kest ik wel machinaal dan, maar bepaalde dingen die kest ik, die must dus absoluut net machinaal doen, want dat het invloed op de klank. Als de jongblad bijvoorbeeld met de hand schaafst, dan krijg je daar een orenklank van dan wanneer als dat squorres maakt, een squormachine bijvoorbeeld. Dus een keuze maakt je wat maakt nog machinaal en wat moet met de hand. Dat is dus echt heel belangrijk. Ik heb orgel gestudeerd en klavecimbel en ik heb een instrument nodig om te studeren. En ik heb geen geld om een kant-en-klaar instrument te kopen. Dus ik heb een bouwpakket gekocht en dat wordt mooi. Bij het bouwpakket moest ik nog een hele soort dingen zelf doen. De wanden die wien wel kleer, de kromme wand die wien boegt. Dus dat koest haar in elkaar liemen. Want het jongblad bijvoorbeeld, dat hier een vrij dikke plaat. Al die strookjes hout die wien wat ze in elkaar liemt. Maar moest het zelf op dikte maatje en dat fascineerde me zo verschrikkelijk. En toen wien er twee studenten die mij vregen of ik voor hun zo'n instrument bouw, hoe ik zo'n bouwpakket. Nou, dat heb ik dienend en toen woek ik los. Ik heb geen eindexamen gedaan, omdat ik van school gestuurd werd. Daardoor had ik niet zoveel keuze om een opleiding te doen. En ik was altijd wel bezig met moeten we dingen te prutsen thuis, wat timmeren en wat met ijzerdraad. En toen is mijn moeder op het idee gekomen om naar die school te gaan. Ik ben in Schoonhoven op school gegaan, dus dat is de vakschool voor goud- en zilversmeden. Ik ben begonnen in 1961 met een timmerzaak, maar omdat je zelf machinerieën hebt, dan moet je zelf je gereedschap opslijpen. Dus ik sleep zelf al de vlakbankbeitels en de lintzagen. Dat was het eerste wat ik toen aanschafte voor eigen gebruik. Nou, en dan begin je ook voor anderen, komen mensen bij je in de werkplaats. Oh, sliep jou? Ja, wist ook voor mij sliepen? Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Tot ziens. Ik zeg goedemorgen. Goedemorgen, Postma. Spulletjes klaar? Ja, spulletjes zijn klaar. Dan is die voor jou. Dankjewel. En dan is deze voor de waars. Geld is een gebruiksvoorwerp. Ik kan er maar één keer zat eten vandaag. He? Als je belust wordt op geld, dan ga je werken voor het geld. Nee, dat is hier de bedoeling. Ik ben tevreden. Het is toch iets wat je krijgt, wat niet scherp is en je levert het af dat het scherp is. En de mensen die hebben het gebruikt en dan komen met de duim omhoog. Dat is de voldoening. Dat is de kick. Je ziet aan de vonk van het materiaal wat je hebt, hoe zwaar het materiaal is, hoe hard het materiaal is. Hoe lichter als de vonk is, de ster,
hoe meer koolstof erin zit. En veel koolstof in het materiaal betekent dat het materiaal niet zo goed is. Hoe donkerder de streep is, hoe beter en harder het staal is. Dat is nog een gegeven. Ik bestaan dus dit jaar 50 jaar als ondernemer. Dat is toch een jubileum wat voor jezelf, dat is toch een mijlpaal. We hebben al tegenwoordig dure messen. Chabotier, Global. Dat binnen, en Van Henkel, dat binnen de, eigenlijk de mest, Chabotier. Maar ja, die moet ook slepen worden, die wordt ook bot. Ja, dat is nou een keer zo, en daar ben ik dan voor. Goedemorgen, Zift. Kan het al geslepen worden? Ja, het is er wel aan toe, hè. Nou, dat is dinsdag wel weer klaar. Tot dinsdag. Ja, tot dinsdag. Hoi. Hoi. Je werken met spul wat bot is, dat maak je scherp. Dat is gevaarlijk. Ja, ik heb het allemaal nog zitten, maar ik snij me wel geregeld. Ik heb geregeld, ja. Ja, ik sliep ook ronde platen, en dat is voor de aardappelindustrie. En dat is een cirkelmes. En nou, die de braam maar afhalen moet. En dan draait die plaat, draait tussen, heb ik zo vast. En soms vreet hij de mouw van de stofjas op. Dat is heel scherp, want hoe gladder als de snee gemaakt wordt van aardappel, hoe minder vocht dat hij verliest. Dus dat is eigenlijk de kunst, om die messen zo te slijpen dat zo glad mogelijk en zo weinig mogelijk schade maakt aan aardappel. En dat kan ik vrij goed doen. Achter praten ze niet meer, want dan ben ik aan mijn werk. De mensen die hier komen, die de bedoeling voor de tolmang. Een enkeling loopt door, want ik hoor niet altijd alles. Maar ze maken me niet aan het schrikken. Want dat heb ik altijd verteld. Als je aan het werk bent en er staat iemand achter je, ja, dan schrik je. En wat je dan doet, weet je niet. Dat is voor een groentesnijder in Sint-Anne. Die lui doen helemaal niet als groentesnijder. Ik moet ze slijpen, dan moet ik ze afbramen. Dan moet ik ze weer schoonmaken met reukloze en smaakloze olie. En dat is met voldoen aan de wet voor de etenswaar. En dan moet het inpakt worden. En allemaal in vetvrij papier. Ja, er zit wel wat werk in. Kijk, als ik wat slepen heb en het is hartstikke scherp, dan ben je toch trots. Hey, als ik een mes slepen heb, dan controleer ik me ook altijd nog. En ik maak niks uit wat. Hey, want ik sleep zoveel messen, maar toch pak ik dan weer zo'n stukje papier. Even het mes erop zetten, dat hij zelf erin zakt. Controle op jezelf. Want je wil het steeds goed doen. Je wil eigenlijk perfect wezen, maar kan je niet. Heb je koffie en glaas, zie ik wel, hè? Ja, joh. Ja. Ja, nou, ik kreeg een kunstenaar, hè. Die man die wou even betalen, maar dat kan dan niet met een pinnen. Nou, we kennen hier niet pinnen. Nee. Had hij de kassa daarvoor niet lezen? Nee, had hij niet lezen. Ja. Het verleden week bracht, en had hij dat niet lezen. Nee. Dus die man dan, ik kom hier van de week wel weer en dan betaal ik het wel een. Nog later. Ja. Dat moet toch kennen, hoor. Ja, dan ben ik wel van vertrouwen altijd, hè. Hoor je toch te wezen. Ja, kom je ook wel eens met op een koffie? Jawel, maar ik ben nou aan de koffie. Ja. Hey. Nou, tot straks, hè. Ja, hoi. Je wilde eigenlijk een beetje een wat stoere ring. Ja, zilver. Met een mooie grote steen. Een steen. Even kijken. Een brede band maken. En dan hierbovenop een buis van goud bijvoorbeeld. Ja, dat je toch iets van goud erin hebt. En dan zou je hier de steen in krijgen. Dus dan is dit zeg maar het gouden gedeelte. Okay. Dan wordt dit de steen. Bijvoorbeeld de citrine of wat je wil. Ja, mooie facetsteen. Mm-hmm. En het is vrij het is massief. Ja, een mooie stevige dikke ring. Hè? Dus een beetje dit idee. En je hebt een tijdloze stoere ring. Mm-hmm.
je bent in wezen als goudsmid hier, ben je hoofdzakelijk allrounder. Zeker als je alleen werkt. En dat gaat van reparaties tot nieuw werk. Ja, dat is het. Om toch je hoofd boven water te houden, moet je van alle markten een beetje thuis zijn. Ja, sommige dingen zijn kunst. Ja, dus wanneer je experimenteert met materiaal, unieke vormen maakt of ontwerpen maakt, dan is het in mijn optiek is het kunst. Als je seriematig werkt of dingen namaakt, of wat dan ook, of dingen die op bestaan aanpast, dan is het toegepaste kunst of ambachtswerk, hoe je het wil noemen. Maar er zit wel degelijk het kunstaspect aan. Ja, dat is toch het ontwerp, dat je iets nieuws maakt wat nog niet eerder gemaakt is. Ik denk dat ik op de kunstacademie wel heb leren kijken ook. Kijk eens naar hoe een vorm loopt, hoe een lijn loopt. Waarom is, als je een vorm ziet, zeg van nou, dat vind ik niet mooi. En waarom als je die lijn net een millimeter of de andere kant op zit, klopt het wel. En dat is toch een kwestie vaak van kijken en daar gevoel voor krijgen van. En dat is iets wat ook in sieraden vooral zegt, belangrijk is, dat de vorm klopt. Dus je werkt vanuit materiaal. Toch, je denkt ook, wat kan het materiaal? En wat kan ik daarmee doen? Hoe kan ik het vormen? Hoe kan ik het bewerken of verwerken? De ring is gemaakt van zilver. Eerste gehalte zilver. Ruim 90% zilver. En de kop, de setting, is gemaakt van 14 karaat goud. Hij moet een beetje rechter nog. Hij moet rechter. Dit is het. Ja. Inderdaad, 80 centimeter van het end. Ja. Zullen we nog een keer? Ja. Ja, en straks is die langer, hè? Oh nee, maar dan... Is je langer? Nou, moet je hoger. Echt heel hoog. Nog hoger. Ja, dus het karretje moet weg. Ja. Dit is het. Aan het einde van de dag dan haal ik die planken eruit. En dan is er zacht genoeg om op een mal te spannen. En nou, dat is een heel avontuur. Want als dat net snel doet, dan is die planken weer zo oud kwollen dat ik brekken kan. Daar heb ik hulp bij nodig. Ietsje hoger nog. Mijn vrouw en mijn zoon vaak. Oké, Sylvius. Ja, het moet hier niet een keer goed. Kerst net opnieuw beginnen. Kerst hem net weer omstokje in die stoomkisten. Want dat is de eerste kromming die hij zal maken. Dus krijg je hem er niet meer in. En hij moet ik een rug op de mal komen. Want dan is er een rare torsie erin. Ja. Nou, dat komt even krek. Hij zit er scheef op, maar die corrigeren we wel. Deze kant uit? Oh ja, nou mag je buigen. Okay. Goed zo, buig hem door. Ja, buig hem door. Dat is een prachtig leven, ja. Ik zoek net oors wollen. Het Beatle hoor ik. Ik moet altijd verschrikkelijk voorzichtig met mijn handen wezen. Nou, ik moet soms hele zwieren dingen doen. Zwier. Zwier hout, hè. Er zijn eikenhouten platen bij, nou, die zijn 4 centimeter dik en 50 centimeter breed en dan 3 meter lang. Die moet ik dan door de machines helpen. En dan heb ik een paar dagen later een concert bijvoorbeeld. Nou, dat Beatlekoor. Het voetelkoor ik. Want ik bouw als speler. Ik bouw vanuit de ervaring die ik als speler heb. Een instrument moet gewoon lekker vielen en het moet los in zijn veld zitten. En het moet die dwingen om op een bepaalde manier muziek te maken. Ik ben de veren aan het prepareren die ik broeken zal om de plektra van te maken. Dit is een meeuwenveer en die zie ik langs de zeediek.
De buurtbouwers die zetten hun prijzen op het internet. Dat doe ik net. Ik wil dat mensen bij mij komen zonder dat ze weten wat het kost. Dan weet ik zeker dat ze bij mij komen omdat ze een instrument hier hebben en zo'n instrument keepje vollen. En voor die mensen wil ik bouwen. Normaal gesproken zit ik op een gemiddelde van nou, zo'n 2 instrumenten per jaar. Moois, 3 uren studeer en ik in de rest van de dag naar de werkplaats. Dan kan ik 2 tot 3 instrumenten per jaar bouwen. Ik lees lijsten op een reclamebord als er een VW Golf Cabriolet verkeepje kerst. Ik denk dat ik een hier of tolen weer. Dat ik een leraar hier die hier thuis een klaversymbool steekt, een pedaalklaversymbool. En hele enthousiaste, bevlogen muzikus. Ja, die nam mij mee naar zijn huis. En die speelde daarop. En ik speelde daar ik op. En toen weet ik nog dat er knapte iets of zo. Dat ik dacht van, dit is het. Dit is het. Dat heb ik nooit wel losliggen. Zilversmeden komt niet zoveel meer voor. Er zit heel veel tijd in. En dus ik doe het als hobby voor exposities of zo nu en dan een opdracht. Maar dat vak wordt toch minder. Dit stopt, ja. Ik heb een zoon, die heeft hier 2 jaar bij me gewerkt. En die zei, pa, dit is niet. Nou, wat moet je dan? Moet je dan zeggen van, dan moest het worden? Nee, hij moet gelukkig wezen. Ik was wel teleurgesteld, maar dat was maar even. Vijf keer ook heb ik een vraag kregen wat mensen bij mij in de leer mochten. En toen wie ik er net ontdaan en toen heb ik dat afwezen. Ik zou het nou net meer afwezen, ik zou dat nou volop ingaan. Maar voor die zelf is het jammer dat de dingen die ze dan ontdekst of de dingen die ze belangrijk vindt, dat ze dat net kwijtkast.